De SP Groningen stelt vragen aan het college over de reserves van onderwijsorganisatie O2G2. De partij onderzocht de begroting van O2G2 naar aanleiding van het nieuws dat 1 op de 6 onderwijsorganisaties forse bedragen op de plank heeft liggen. Volgens de partij heeft O2G2 namelijk 30 miljoen euro aan reserves, wat 15 miljoen meer is dan de norm. Dat vindt de partij onbegrijpelijk. Dat is dood gemeenschapsgeld wat daar op de plank ligt. Wat wij denken dat het veel beter gebruikt kan worden voor onderwijsdoeleinden. En de gemeente Groningen heeft toch al een forse opgave om bijvoorbeeld de onderwijshuisvesting te verbeteren. Heeft krap geld daarin. Dus we denken van dat zou daar prima voor gebruikt kunnen worden. Vroeger viel het openbaar onderwijs onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Een aantal jaren geleden is besloten dat te verzelfstandigen. In 2012 heeft de gemeente een bedrag beschikbaar gesteld om O2G2 hierin te ondersteunen. Daar wil de SP nu meer van weten. En wat wij dus ook van het college willen weten, is of die 15 miljoen te veel, of die mede veroorzaakt is doordat de gemeente er extra geld toentertijd in heeft gestoken. En als dat het geval is, dan vinden we helemaal dat de gemeente een dikke vinger in de pap moet hebben om die 15 miljoen te gaan besteden. De partij heeft wel een idee hoe het geld op de plank besteed moet worden. Op dit moment spelen er in het onderwijs allerlei acties om de situatie in het onderwijs te verbeteren. De verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor onderwijskrachten, verkleinen van klassen, maar ook het verbeteren van schoolgebouwen. Dus waar dat precies aan gebruikt moet gaan worden, dat maakt ons niet zoveel uit. Als het maar een gemeenschapsdoel krijgt wat direct ingezet kan worden. De onderwijsorganisatie geeft in een schriftelijke reactie aan dat zij inderdaad 30 miljoen op de plank hebben liggen, maar dat het geld niet vrij te besteden is. Er ligt 10 miljoen klaar als buffer en 20 miljoen om onder andere meubilair en computers te vervangen.